Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrikkelijk. Ja, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Laat ik weer op Vries. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan het examen 2023 tijd vak 2 en een paar sommetjes bespreken over E-machten. En dit zijn de sommen. Oké, mooi. Fx is e tot de macht x min 1, gx is 3 keer 1 min e tot de macht min x. En dan hebben ze de grafieken gegeven in een figuur. Nou, we gaan ze ook even zelf tekenen. We kunnen vast wel onze antwoorden controleren met de grafische rekenmachine. Dus e tot de macht x min 1 en 3 keer 1 min e tot de macht min x. Ja, moet kunnen. En als we die tekenen in het standaard window, dan zien ze er zo uit. En dan gaan we waarschijnlijk nog even zoomen om het even helemaal mooi in beeld te krijgen. Ja, en die andere, komt die ook? Ja. Dus eigenlijk zijn we geïnteresseerd in dit stukje. En dat gaat met Zoombox. De vorige keer had ik mensen in de klas die hadden Zoombox nog nooit gezien. Maar bij Zoombox kun je een box tekenen. En als je dan op enter drukt, gaat hij die inzoomen. Heel handig. Oké, nou. En dan in de figuur hebben ze dat weergegeven. Nou, hebben wij nu ook. Ze zeggen de x-coördinaten van de enige twee snijpunten grafieken f en g zijn 0 en l en 3. Oké, dus we maken ook even een schets. We hebben één grafiek die doet dit. Zo. En de andere die doet dit. En dit zit bij 0. En dit zit bij L en 3. Oké, nou leuk. En dan zeggen ze bewijs dat dit juist is door de vergelijking exact op te lossen. Dus we moeten oplossen. Fx is e tot de macht x min 1. Gx is 3 keer 1 min e tot de macht min x. Dat is niet voldoende om L en 3 in te vullen en te zeggen, oh, het is hetzelfde. Je moet het echt laten zien door de vergelijking op te lossen, hè. Dus dat staat ook in de som. Dus som 7, los op fx is gx. Oké, dus dan krijg je e tot de macht x min 1 is 3 keer 1 min e tot de macht min x. Nou, laten we eerst maar even die haakjes uitwerken. Dus dan krijg je e tot de macht x min 1 is 3 min 3 e tot de macht min x. En nou. Laten we alles maar even naar dezelfde kant brengen en dan even gaan nadenken. Dus e tot de macht x, dan hebben we hier 3, dat wordt min 3, dat wordt hier dus min 4. En dan plus 3 e tot de macht min x is 0. Wat is dit voor een vergelijking? Wat moeten we hiermee? Wat is dit voor een walgelijk iets? Hoe kunnen we dit ooit oplossen? Kerry? Die 3 keer e tot de macht min x kun je ook weer schrijven als 3 delen door e tot de macht x. Ja. Misschien brengt ons dat op een idee, goed idee. Dus e tot de macht x min 4 plus 3 gedeeld door e tot de macht x. Aha, dus het is een vergelijking met als onbekende e tot de macht x. Wat kunnen we doen? Ja? Als je alles een keer e tot de macht x kijkt, krijg je dus een formule die je kan oplossen. Ja, dat zou ik ook doen. Als je alles keer e tot de macht x doet, en dat mag, want als je 0 keer e tot de macht x doet, krijg je nog steeds 0. Dan krijg je hier dus e tot de macht x keer e tot de macht x. Dat is e tot de macht x in het kwadraat. Zo, min 4 e tot de macht x plus 3. Dit is een kwadratische vergelijking met als variabele e tot de macht x. En kennen we twee getallen die keer elkaar plus 3 zijn en plus elkaar min 4? Ja, natuurlijk, min 1 en min 3. Dus dan krijg je e tot de macht x min 1 keer e tot de macht x min 3. Sommigen willen dan eerst hier graag een p schrijven en het dan met p doen. Maar in dit geval kan je het ook net zo goed meteen met e tot de macht x doen. En dan krijg je dus e tot de macht x is 1 of e tot de macht x is 3. Nou, als e tot de macht x is 1, dan is x gelijk aan 0. En als e tot de macht x gelijk is aan 3, dan is x gelijk aan l en 3. En dat moesten we bewijzen. Ja? Oké, som 7 was dat. Som 8. De grafieken van deze functies sluiten een vlakdeel in. In de figuur is dit vlakdeel grijs gemaakt. Berekenen we de oppervlakte van vlakdeel. Oké, dus we moeten deze oppervlakte berekenen. Nou, we weten de grenzen al, dus we moeten opschrijven de integraal van 0 tot ln 3
van de grote min de kleine. En de grote, dat was g. Dus dat was die 3 min 3 e tot de macht min x. Min de kleine. En de kleine was e tot de macht x min 1. dx. Als je dx vergeet, kost het een punt op het examen. Ja, die dx hoort bij je notatie. Dus niet vergeten alsjeblieft. Mensen die standaard de dx vergeten, die moeten nu gewoon elke dag even aan dx denken. Ja? Oké. Dus, we gaan de haakjes uitwerken. En dan krijg je dus de integraal van 0 tot ln 3 van 3 min 3 e tot de macht min x min e tot de macht x plus 1. En dan de 3 en de 1 kunnen we nog even samen nemen. Van 0 tot ln 3. En dan krijgen we hier 4 min 3 e tot de macht min x. Sterkte. Min e tot de macht x dx. Oké, cool. Dit kunnen we primitiveren. En het is niet eens echt moeilijk volgens mij, want het zijn gewoon e tot de macht en zo. En 4 kunnen we ook al primitiveren. Dus dan krijg je hier 4x. Hè? Als je 4 primitiveert, krijg je 4x. Min 3 e tot de macht min x, dat wordt 3 e tot de macht min x. Hoezo? Nou, als je differentieert, spuugt hij je min uit. En dat is deze min. Dus je moet de min weghalen, zodat hij bij differentiëren terug kan komen. En deze min blijft staan. Want als je min e tot de macht x differentieert, krijg je min e tot de macht x. Evalueren in de grenzen 0 en ln 3. Oké, nou moeten we eerst ln 3 invullen. Dus dan krijg je 4 keer ln 3 plus 3 keer e tot de macht min ln 3. Min e tot de macht ln 3. Min, en dan moet je 0 invullen. Dus dan krijg je 4 keer 0 plus 3 keer e tot de macht min 0. Min e tot de macht 0. Oké, nou, dus die 4 ln 3, daar komen we niet van af. Wat is e tot de macht min ln 3? Nou, e tot de macht min ln 3 is hetzelfde als 1 gedeeld door e tot de macht ln 3. En ln 3, e tot de macht ln 3, dat was 3. Dus dit wordt een derde. Dus ik had hier een is-teken gemaakt. Dat moest niet. Dit moet zijn plus een derde. Oh, maar hij gaat ook nog keer 3. Dus plus 1. Zie je dat? 3 keer een derde is 1. Nou, dit wordt min 3. Want e tot de macht ln 3 is gewoon 3. Dit is 0. Dit wordt 3 en dit wordt min 1. Dus dit wordt eigenlijk min 2. Dus dan moeten we het ook nog even min 2 doen. Oké. Nou, dus als ik het goed heb gedaan en we gaan het controleren, krijg je hier uit 4 ln 3 min 4. Oké. Nou, dat is positief, want ln 3 is net groter dan 1. Hè? Want 3 is groter dan e. Dus volgens mij is het... Het zou goed kunnen zijn, maar we gaan het ook echt even uitrekenen. 4 ln 3 min 4 is dit. Oké, nou, en dan, nu kunnen we een integraal laten doen. We hebben het al in de rekenmachine staan, hè. G is i2 en f is i1. Dus dan kunnen we doen f en int. Net als vorige keer, f en int is je vriend. Van 0 tot ln 3. Van, en dan de grote min de kleine. Dus f min g, vars i vars function i2 min vars, i vars, function i1. En dan dx. En als ik dat goed heb gedaan, dan kom je hier ook uit tot die 0,39. Ja, zie je dat? Jee, het is goed gegaan. Nou, dan gaan we naar het laatste onderdeeltje van de som. Ze gaan een nieuwe functie introduceren. H. De functie h wordt gegeven door fx gedeeld door gx. De grafiek van h heeft één perforatie. Breken de coördinaten van deze perforatie. Oké, nou. Dus. Fx gedeeld door gx. Wat was fx ook alweer? E tot de macht x min 1. Oké. Dus hx is e tot de macht x min 1 gedeeld door 3 keer 1 min e tot de macht min x. Oké. 1 min e tot de macht min x. Nou, een perforatie heb je meestal als er onderin en bovenin tegelijk 0 staat. Wanneer staat er 0? Nou, de bovenkant is 0 als x is 1. En als ik x is 1 invul in de onderkant, dus ik geef even aan e tot de macht x. Nee, als x is 0, hè. E tot de macht x min 1 is 0, geeft e tot de macht x is 1. Dus x is de ln van 1, hè. Maar dat is 0. En de onderkant, als ik daarvoor x 0 invul, dan krijg ik ook 0. Dus ik heb 0 gedeeld door 0 bij x is 0. En dan, als je de situatie 0 gedeeld 0 hebt, moet je dingen gaan wegdelen. Dus, ja.
Hoe moet dat? Kan hier toch niks wegdelen? Wat is het voor onzin? Nou, wat je kan opmerken is dat die hier, die e tot de macht x min 1 en die 1 min e tot de macht min x, die lijken misschien meer op elkaar dan je misschien denkt. Want als ik hier boven een e tot de macht x buiten haakjes haal, dan krijg ik dit. Dan krijg ik e tot de macht x, dan krijg ik 1 min e tot de macht min x. En hier krijg ik 3 keer 1 min e tot de macht min x. Hé, hey, die zijn hetzelfde geworden. Zie je dat? Dus nu kan ik dit wegdelen, mits x is ongelijk 0. En dan hou ik over e tot de macht x gedeeld door 3. Dus, en u ziet dat ik nog geen limiet heb opgeschreven. Heb ik expres gedaan, want dat is al wel heel veel schrijfwerk. Dit is allemaal gewoon waar. Dus we kunnen nu de limiet gaan berekenen. We kunnen zeggen de limiet voor x gaat naar 0 van hx is de limiet voor x gaat naar 0 van e tot de macht x gedeeld door 3. En we hadden nog zo gezegd dat je x is 0 niet mocht invullen. Maar we gaan het hier lekker toch doen, omdat we de limiet aan het berekenen zijn. Dan mag het opeens wel. Dan komt er een derde uit. Dus als het goed is, zit de perforatie bij 0, een derde. Zullen we dat nog even verifiëren? Kijken of we het op de rekenmachine kunnen zien. Dus dan hadden we i1 gedeeld door i2. Hè? Dus vars i vars function i1 gedeeld door vars i vars function i2. En dan gaan we die ook tekenen. Nou, op het eerste gezicht lijkt hij wel een beetje hier bij die 1 derde te zitten, toch? Hier. Dus hoe kunnen we dat verifiëren? Nou, we kunnen gewoon naar de zwarte functie gaan, hier lopen. En dan zie je inderdaad dat als je in de buurt van dit punt komt, kom je bij in de buurt van een derde. Dus dan zal het wel goed zijn. En als je het, als je het getal invult, dan zegt hij zoek het zelf maar uit. Dat kan hij niet uitrekenen, want dan krijg je 0 gedeeld door 0. Maar als je een getalletje in de buurt invult, bijvoorbeeld 0,00001... dan zegt hij van in de zwarte 0,00001. Dan zegt hij dat is bijna een derde. Zie je dat? Grappig, hè? Zo kan je checken of je het goede antwoord hebt voor je perforatie. Zo'n beetje. Oké, nou dat was weer een geweldige som. Dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen. Dat jij die shit snel begrijpt. Yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen. Dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.